Hartelijk welkom bij Straatbeeld, het programma van Stadstv Tiel, waarbij we op zoek gaan naar interessante Tielse huizen en hun bewoners. En op die bewoners gaan we vandaag de nadruk leggen. We gaan op zoek naar Tielse huizen waar eens kunstenaars woonden. We staan hier op de Prinses Beatrixlaan op nummer 26. Daar woonde eens Hendrik Cornelis van Maurik. Hij was geboren in 1877 in de Gasthuisstraat hier in Tiel. Zijn vader was onderwijzer en zijn moeder gouvernante bij de familie Reuglin. De jonge Henk, ja, die trad in de voetsporen van zijn vader en ook hij leerde voor onderwijzer. Maar daarnaast had hij een hele grote belangstelling voor tekenen en voor schilderen. Die twee die kon hij prachtig combineren toen hij in 1898 werd benoemd tot onderwijzer aan een school in Renkum, aan de rand van de Veluwe. Hier woonden en werkten toen heel veel schilders, zoals Xeno Munninkhoff en de grote schilder Theophile de Bok, die daar hun doeken vulden met de landschappen uit de bosrijke omgeving. Van Maurik die ging met ze om en die schilderde daar en maakte allerlei portretten, bosgezichten en dat soort werk. In de jaren 20 kon Van Maurik terugkeren naar Tiel. Hij ging wonen hier aan de Prinses Beatrixlaan en werd ook hier onderwijzer in Tiel. Maar hij bleef schilderen. En als we zijn werk bekijken, dan zien we dat hij heel veel portretten heeft gemaakt. Niet alleen van zichzelf, maar ook van allerlei mensen die hij in de omgeving vond. Zoals de tweeling Pietje en Aaltje van Mil toen ze 95 jaar werden in de jaren 20. Die woonden in Ophemert. En daarnaast heeft hij ook heel veel stillevens gemaakt, waarbij het vooral opvalt dat hij een hele mooie, zoals wij dat noemen, stofuitdrukking in zijn schilderijen wist te leggen. Daarnaast bleef hij ook landschappen schilderen. Van Maurik is op een ellendige manier aan zijn eind gekomen. Het is 1944, 15 oktober 1944. De geallieerden hebben het land van Maas en Waal bevrijd. De Duitsers zijn nog in Tiel. Dus er was nog steeds oorlog hier in de stad dichtbij. Op die 15e oktober is Van Maurik in zijn badkamer en hij hoort gezoem van een vliegtuig. En hij kijkt uit het raam en ziet hoe een Engelse Spitfire nadert die zijn mitrailleurs begint af te vuren op het hierachter gelegen station. Hij schrikt daar zo van dat hij uiteindelijk levenloos op de grond stort. Zo komt er een einde aan het leven van een heel interessante Tielse schilder. Maar niet aan een einde aan het artistieke leven van dit huis hier achter mij. Want na Van Maurik heeft onder andere Lies Veenhoven, een nicht van Van Maurik, hier gewoond. Tot aan haar dood. Het zijn de jaren 50. Hier in de Meester Tiedemansstraat stopt een grote Amerikaanse wagen. En er stappen inderdaad twee Amerikanen uit. Ze komen voor het werk van Johan Pontsjoen, de beroemde Tielse kunstschilder die hier woonde achter mij op nummer 5. Johan Pontsjoen was geen Tielenaar van geboorte. Hij is in 1900 geboren in Nijmegen. Maar al op 3-jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Tiel toe, waar vader een functie kon krijgen als graveur bij Daaldrop. Johan Pontsjoen erfde van zijn vader de artistieke aanleg. Maar ja, om nou tegen je ouders te zeggen van ik wil kunstschilder worden, dat schoot natuurlijk niet op. Dus hij koos voor een degelijke betrekking. Ook hij werd net als Van Maurik onderwijzer. Uiteindelijk aan de Tielse Thomas van Aquino school. Maar schilderen, dat bleef zijn grote passie. En dat heeft hij veelvuldig gedaan. Er zijn heel wat werken van de Tielse schilder Johan Pontsjoen bewaard gebleven. Ook bij Tielenaren hier in onze stad. Artistiek gezien liet hij zich inspireren door een heel grote kunstschilder, namelijk Dick Ket uit Bennekom. Dick Ket was een aanhanger van het zogenaamde magisch realisme. Het is allemaal wel echt, het zou allemaal kunnen, maar er zit toch een zekere vervreemding aan. Zo is er bijvoorbeeld het afhellende perspectief. Een tafelblad dat recht op zijn kant staat en toch staan er spullen op. Het lijkt net alsof het naar beneden glijdt, maar het hangt als het ware nog in de lucht. Ook portretten worden op een bijzondere magische wijze weergegeven door de aanhangers van dat magische realisme. Ook Johan Pontsjoen voelt zich daartoe aangetrokken en hij heeft heel wat schilderijen in de trant van dat magisch realisme geschilderd. Daarnaast heeft hij ook fraaie portretten gemaakt. Niet alleen zelfportretten, maar ook portretten van mensen die hij in de omgeving trof. Een mooie boer uit Ophemert zette die zo wijds in het Betuwse land neer op zijn doek.
Na de Tweede Wereldoorlog verandert er wat in het palet van Johan Pansoen. Hij maakt reizen naar Frankrijk onder andere, waar hij niet zelden zijn verblijf betaalt met schilderijen. En zijn palet wordt dan lichter onder invloed van de zuidelijke zon. Hij komt terug vol met kleur en mooie tekeningen van zijn verblijf in Frankrijk. Op straat zoekt hij nog steeds mensen. Als hij Molukse mensen tegenkomt, zegt hij bijvoorbeeld: jij hebt een mooie kop. Ik wil je graag zien op woensdagmiddag in mijn atelier. En dan schildert hij zo allerlei Tielse mensen. Hij stond vroeg op, dikwijls, want zei hij, ja, om 5 uur, dan is het licht zo mooi. Hè? En zo heeft Pansoen van schilderen zijn lust en zijn leven gemaakt. We staan hier bij het woonhuis Stationsstraat 29. Eens woonde hier de kunstenaar Anton Vincent Emmanuel Pohl. Hij was geboren in 1876 in Nederlands-Indië, maar het gezin verhuisde zo rond 1900 naar Nederland terug. De jonge Pohl had artistieke aanleg en hij kreeg een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1906 kon hij komen werken als leraar hand- en lijntekenen aan de Rijks-HBS in Tiel. Uiteindelijk kwam hij te wonen hier aan de Stationsstraat, waar hij een prachtig huis betrok. In dit huis, dat is wel leuk om te vertellen, was een serre en daar hield hij allerlei exotische planten. Was dat misschien een herinnering aan Nederlands Oost-Indië? Verder is bekend dat hij ook zijn behangsels zelf schilderde. Kunst zat hem echt in zijn nerven. Hij kon niet alleen prachtig schilderen, maar hij maakte ook prachtig grafisch werk. En hij ontwierp voor zijn vrouw zelf de kleding. Daarnaast maakte hij ook drijfwerk, dus metaalwerk wat hij prachtig kon vormgeven. Als we dit huis aan de buitenkant bekijken, dan valt ons iets op in vergelijking met de huizen hiernaast. Namelijk dat de onderkant, de pui, verdikt is op een gegeven moment. Waarschijnlijk heeft hij erg gehouden van de toen in de mode zijnde Amsterdamse school. Hij heeft dan ook met baksteen heeft hij de gevel wat opgeleukt, zouden we nu zeggen. Verder is bekend dat hij ook heel mooi cello kon spelen en dat hij ook nog bands leidde met andere muziekinstrumenten erbij. Voor de school maakte hij ook de decors bij allerlei toneeluitvoeringen in het spaarbankgebouw. Kortom, een heel veelzijdig man. Pohl was eigenlijk maar een klein mannetje met een bos golvend haar en zo herkende iedereen hem in Tiel. Pohl is overleden in 1942. We zijn op ons vierde en laatste adres gearriveerd hier in de burgemeester Bunhoflaan. Op nummer 32 woonde de kunstenaar Johan Doeleman. Hij was in 1880 geboren in Hoorn, maar verhuisde in de Eerste Wereldoorlog naar Tiel, waar hij een betrekking kon krijgen aan de ambachtschool. Doeleman kon prachtig schilderen, vooral stillevens van zijn hand hebben enige waarde. Maar daarnaast maakte hij ook heel mooi grafisch werk. Misschien vind ik dat wel het mooiste. Zijn houtsneden zijn van werkelijk grote klasse. De tegenstellingen die hij wist te leggen tussen het zwart en het wit. Kijk maar eens naar deze prachtige vogels van deze houtsneden. Degenen die hem gekend hebben omschrijven Doeleman als een nogal zwaarmoedige man. Maar aan de andere kant kon hij ook prachtig zingen. Hij had een schitterende tenorstem. Doeleman verhuisde uiteindelijk uit Tiel. Hij is in 1957 overleden in Soest. Zo, we zijn rond. We zijn bij het laatste huis geweest. Ik hoop dat u zelf eens gaat kijken en dan nog eens terugdenkt aan de Tielse kunstenaars van weleer. Tot de volgende Straatbeeld.